Yes, vrienden en fans, wat is het leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We gaan vandaag kijken naar Manor Lords. Wil je weten wat ik elke dag ga spelen? Volg me dan eventjes op TikTok en volg me ook meteen eventjes op Instagram, want ik ben helemaal nieuw op Instagram. Dus als je dat hebt, volg me dan ook eventjes daar. Dank je wel alvast. Als je het leuk vindt, ben je ook van harte welkom in de Discord server. Dus als je het leuk vindt om een beetje over games te babbelen en te doen, ben je van harte welkom. De link daarvoor staat in de beschrijving. Goed, we gaan dus vandaag kijken naar Manor Lords. Ik heb best wel lang gewacht op deze game, want het zag er echt ontzettend mooi uit. Het schijnt ook door één iemand gemaakt te zijn, dus het is echt super knap. Ik heb nog niet gespeeld, het is helemaal nieuw. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit is überhaupt. Het is natuurlijk niet echt een simulator game, het is een strategie-bouwspel waarin je dus... Ik ga het even voorlezen wat er staat. Manor Lords is een middeleeuwse strategiegame met diepgaande opties voor je stad, grootschalige tactische gevechten en complexe economische en sociale simulaties. Nou, dat klinkt heel serieus allemaal. Heers als een echte middeleeuwse heer, seizoenen gaan voorbij, het weer verandert en steden bloeien op en vergaan. Nou, het klinkt natuurlijk echt helemaal fantastisch. Het schijnt ook echt een hele goede game te zijn, want het is op Steam heel goed gereviewd door iedereen. Dus heel veel mensen zijn heel erg positief. De uitgavedatum was 26 april, dus hij is lekker nieuw. De ontwikkelaar is Slavic Magic en de uitgever is Hooded Horse. Dus we gaan eens even bij de eerste scène kijken. Staan er nog jeetje wat veel. Ik heb het al volgens mij gedaan van tevoren gisteren. Volgens mij wel. Ja, ik heb het al ingesteld. Even kijken hoor. Ik heb alles op ultra zo te zien. 120 fps. Ik hoop dat ik dat red met DLSS. Ik denk het wel. En voor de rest heb ik volgens mij allemaal... Trouwens, we kunnen het in het Nederlands spelen. Ik dacht van, zo een Duits zijn, maar niet Nederlands. Toen zag ik ineens helemaal onderin Nederlands staan. Dus dat is super tof. Het is gewoon in het Nederlands. Dus we kunnen het allemaal begrijpen. Dus als ik iets niet goed doe, of als je denkt, of Valentino, wat ben je in godsnaam aan het doen? Laat het dan even onder in de reacties weten, want... Dit is niet mijn cup of tea qua games, zeg maar, strategie games. Maar het is leuk, dus we kunnen lekker gaan bouwen en zo. Dus we gaan lekker beginnen, we doen een nieuw spel. Wat de hel is dit allemaal? We kunnen onze naam veranderen. Zal ik dan gewoon... Ik doe wel gewoon mijn echte naam, Valentino. Dit maakt mij nooit zoveel uit hoe ik eruit zie of wat mijn poppetje is of whatever. Laten we gewoon deze man doen. Laten we deze gebruiken. Dan hebben we even kijken. Dit is ons wapen. Die kunnen we dus ook veranderen, zo te zien. Hebben we iets wat ik mooi vind? Ik vond dit op zich wel mooi. Gewoon dat die volle kleur. Dan kunnen we ook nog de kleuren veranderen, inderdaad. De Kimova kleur, laten we dat doen. En de hoofdkleur is, ja, het is blauw met wit. Mijn kleur. We kunnen ook nog veranderen naar allemaal andere kleuren. Maar ik ga toch voor wit dan. Ik vind dit alleen een beetje een raar... Wat is dit? Een raar symbool. Oh, we kunnen nog een kleur doen. Oh, dat zijn die... dat is dit. Oké. Laten we dan... Laten we dat doen. Oké, en dan kunnen we het ook nog veranderen. Oh, dat is mooi. Dit is wel een beetje Nederlands, toch? Even kijken, hebben we nog meer... Ja, we hebben heel veel dingen die we kunnen kiezen. Weet je wat we doen? Dit is... Oh, dit is ook gaaf. Ja, dit vind ik helemaal mooi. Wat is deze? Ik vind dit het mooiste, denk ik, van... Hebben we nog meer van die? Nee. Oké, laten we het dan zo houden. Aantal gevallen. Oké, dus we kunnen ook nog instellen hoeveel we er willen. Ik denk dat één wel gewoon heel mooi is. Oh, we kunnen ook... Laten we dat gewoon standaard houden? Ik vind dit wel een heel mooi wapen op zich. Laten we doorgaan en dan hebben we hier de spelinstellingen. Scenario-schablonen. Of schablonen. De vrede herstellen... Even kijken, opzet. Twee gebieden in het noorden zijn opgeëist door de onrechtmatige baron, wiens kasteel zich buiten de kaart bevindt. In de andere vrije gebieden hebben bandieten hun kampen opgeslagen. Bouw en breid op je eigen tempo uit. Als jij klaar voor bent, kun je met de baron strijden om de noordelijke gebieden. Overwinningsvoorwaarden verover elk gebied. Wat is dit dan? Welvaart en welzijn. Voldoe aan de behoeften van je inwoners en plan en heers op jouw manier over je middeleeuwse dorp, zonder je zorg te maken over gevechten. Overwinningsvoorwaarden. Bereik het nederzettingsniveau grote stad. Daarna kun je kiezen om door te spelen in het eindeloze spel. Ik denk dat dit wel... Dit lijkt me wel leuk. Wat is dit dan? Aan de afgrond. Is dit makkelijk, gemiddeld of moeilijk of zo? Laat je stad groeien en zet zo snel mogelijk een leger op. Het land wordt geplaagd door rovers en zonder verdediging zullen de nederzettingen snel vallen.
Oké, laten we het maar bij welvaart wel zijn. En dan kunnen we nog allemaal dingen instellen, zo te zien. We hebben ook één map, volgens mij. Ja, we hebben één map, want het is ook early access. Einddoel, groei. Weet je wat ik doe? Ik denk dat ik dit gewoon allemaal op het standaard hou. Beginseizoen lente. Wapenlevering, nee. Bewonersbehoefte gebalanceerd. Ik denk dat dit voor mij wel prima is. Ik denk dat dit wel goed is, toch? Om mee te beginnen. Oké, ik ben zo benieuwd. Hij kost trouwens, ik heb er €30 voor betaald. Maar hij kost volgens mij officieel €40. Dus het is niet een goedkoop spelletje, vind ik. Nooit. Ziet het er. Wauw. Dit spel is echt. Nee. Kijk dan hoe mooi dit is. Oké, ik zeg het nu alvast. Dit is een van de mooiste spellen die ik ooit heb gezien. Dit is echt bizar. Ik weet dat YouTube het beeld comprimeert. Maar alsnog. Dit moet je echt zien. Dit is echt heel mooi. Wow, kijk dat vuur ook. Dat is niet normaal. Oké, wat zien we allemaal op het scherm? Dit is onze familie, onze kolonisten. Of hoe je dat ook wilt noemen. Kan ik pauzeren? Oh, hier onderin. Oké, rust. Even kijken. Wat is alles? Zonder opdracht. Gezinnen zonder permanent werk zullen aan bouw werken. Dus dit zijn onze gezinnen, neem ik aan. 5 hebben we er. Waaronder ook het drijven van ossen om hout te voeren. Dus waarschijnlijk hebben we dit beest wat hier staat. Die hebben we nodig om te kunnen bouwen. Die gaat voor ons... wat is dit? Dat is hout. Die gaat waarschijnlijk dit brengen. Of slepen. Of... Oké, dus we hebben, dus we gaan niet zo lopen. We moeten echt een dier hebben om te kunnen bouwen. Dat is vet. Met opdracht. Dus we hebben nog geen gezinnen aangewezen. Dan hebben we leefruimtes. Hoeveel gezinnen dit gebied nu kan huisvesten. Wat is dit dan? Dakle, oh god. Deze lieden wachten op meer pachtkavels. Dit zorgt voor een afname van je populariteit. En de kans dat ze bevriezen. Bevriezen. Dus dat is... ja, daar moeten we ook even op gaan letten dan. Bevriezen in de winter. Daklozen kunnen ook geen onderdeel worden van milities. Totale bevolking 10. Hier zien we dus precies wat we hebben en wat we niet hebben. Populariteit. Ik ga even snel er doorheen. Openbare orde. Dus waarschijnlijk is dit hoe erg ze het met me eens zijn. Of een beetje net zoals wat we hadden met... hoe heet dat spel? Ik weet het eventjes niet meer. Wat is dit? Lokale welvaart. Vee. Aantal maanden voordat de voor... Oh, dat is een hele belangrijke dit. Iedere pachtkavel verbruikt 1 voedsel en 1 brandhout is dat volgens mij. Brandhout en voedsel. Ja, brandstof per maand. Het verbruik van brandstof wordt verdubbeld in de winter. Logisch. Oké, nou ik hoop dat dit goed gaat. We hebben 4 maanden eten. Of althans 4 maanden voorraden om te kunnen overleven. Dan hebben we de bouw. Oh ja, hier kunnen we dus alles zien wat we hebben. Hout, planken, steen, gereedschappen, houten onderdelen, dakpannen en blokken. Voedsel, vlees, groenten, bessen, brood, eieren, appels, honing. Brandstof, brandhout en houtskool. Tarwe, vlas, gerst, roggen, stront en mest. Materiaal. Nou, ik vind dat het best wel veel is hoor. Voor een early access. Jeetje, wat veel. Handelsartikelen. Mantels, kledij, kaarsen, zout, bier, schoeisel en kruiden. Dan hebben we bij het leger. Dat hebben we volgens mij niet in deze modus die ik heb gedaan. Maar handwapens, oorlogsbogen, kleine schilden, grote schilden, speren, helmen, maliënkolders, plaatpanzer, warmbuis en hellebaarden. En wat is dit? Dit zijn wij zelf volgens mij. Ja, dat zijn we zelf. Ik vind dat logo wel mooi, nogmaals. Oké, dan hebben we er onderin hebben we dan... Oh ja, dat dacht ik al. Dus dan kunnen we gaan bouwen, bewegen en weet ik het allemaal. En dan hebben we nu een nieuw bericht. Overwinningsvoorwaarden groei. Jij denkt niet in problemen, maar in mogelijkheden. Onder jouw bezielende leiding zullen deze landen rijk en welvarend worden. Bereik het nederzettingsniveau. Grote stad om te winnen. Welvaart wacht op ons. Oké, hoe ver kunnen we uitzoomen? Zo, dat had ik eventjes niet verwacht. Jeetje, wat groot, of niet? Of lijkt dat zo? Oké, dit is echt heel erg groot. Zitten we trouwens in de tutorial? Zit dat er überhaupt in? Volgens mij niet. Ik zie niks staan wat we moeten doen. Maar we kunnen wel eventjes kijken waar we mee te maken. Wat is dit allemaal? Kleiafzetting.
Bessenstraat. Het is goed dat ik uitzoom, want dit is waar we eten kunnen krijgen, neem ik aan. Wilde dieren voor het vlees. IJzerafzetting. En dan hebben we steenafzetting. En dat kroontje wat we zien, dat is dus rijke afzetting. Dus daarin kunnen we zien dat er heel veel te halen valt, denk ik. Als ik iets niet goed heb, vertel het eventjes in de comments, hè, jongens. Ik bedoel, ik doe het ook maar voor de eerste keer. Oh, wacht. In Manalores hebben gezinnen... Oh, dat heb ik al gelezen. Waar is nou mijn kamp ook alweer? Ik ben mijn kamp kwijt. Oh, het is hier. Hoe kan ik dat... Ik druk gewoon ergens op. Hey, ik heb hem gevonden volgens mij. T, of niet? Ja, T. Dus als je op T klikt, dan zie je je dorpje weer. Dan ben je weer op je dorpje als je verdwaald bent. Oké, wat gaan we nou doen? Wat is het allerbelangrijkste? Kleiafzetting. Als ik nou kijk bij wegen... Oh, kijk, we krijgen een weltutorial. Sommige werkplaatsen laten dorpelingen handkarren gebruiken om tot 10 goederen per keer te vervoeren. Een handkar trekken naast de weg gaat echt extreem laag. Dus zorg dat je je gebouwen aan wegen verbindt. Oké. Wat is de volgende? Bouw. Dus dan hebben we hier allemaal dingetjes die we kunnen bouwen. Elk gebied in Mandalore heeft sterke en zwakke punten. Houd alle materiaalafzettingen in de gaten en onderzoek de vruchtbaarheid van de grond voordat je een richting kiest voor je dorp. Als je gebied een slechte vruchtbaarheid heeft, kun je misschien beter vroeg gaan handelen. Oh mijn god, jongens. Dit spel gaat wel ver, ja. We hebben dus ondergronds water kunnen we zien. Dus daar moeten we niet op bouwen, neem ik aan. Dat is voor het water, dat is wel belangrijk. Vruchtbaarheid tarwe. Oh, we zitten echt precies op de plek waar we kunnen gaan... Oh, we hebben echt een heel groot gebied waar we dat kunnen doen. Of zie ik dit verkeerd? Vruchtbaarheid vlas. Gerst. Rogge. Oké, volgens mij kunnen we eigenlijk gewoon overal bouwen waar we willen. Want we hebben toch gewoon best wel een goede grond om te kunnen oogsten of om op te kunnen telen en zo. Alleen dit, ik weet niet of we hier zo op moeten bouwen of dat we dat een beetje moeten gaan ontwijken. Dat weet ik niet zo goed. Laat het eventjes weten. Geen overlay. Laten we beginnen met... Ik ben even aan het denken hoe ik moet beginnen. Laten we dan beginnen met een houthakkerskamp. Want zonder hout kunnen we waarschijnlijk helemaal niks. Dus laten we... Trouwens, dit is helemaal veranderd nu. Oh, wacht eventjes. Nu zien we dit. En als ik dan op bouw klik, dan verandert dat naar alles wat we kunnen maken. Oh, dat is wel handig. Oké, zullen we dit dan doen? Waar gaan we hout hakken? Hier zo moet ik hem niet plaatsen, denk ik. Want hier zijn onze wilde dieren. Laten we het dan... Ik ben mijn dorp weer kwijt. Jeetje, wat kun je ver uitzoomen in deze game. Oh, hier zo zijn we. Laten we dat dan... Laten we dit weghalen. Ik weet niet hoe lang dat duurt, maar dat zien we dan weer. Hoe kan ik trouwens draaien? Oh, dat kan op deze manier. Laten we het dan... Laten we het zo doen. Gezinnen zonder opdracht zullen focussen op bouwklussen. Oké, dus dat betekent dat iedereen nu gaat bouwen als ik op play klik. En daar gaan we. Oké, dus ze gaan zich allemaal... Oh, kijk, er gaat wat gebeuren nu. Vervoer van hout. Voor het vervoer van hout zijn ossen nodig. Kijk, daar gaat hij. Dorpelingen halen de os automatisch op wanneer ze er een nodig hebben. Oh, het is dit mooi, jongens. Jeetje, wat een mooi spel. De graphics zijn echt super mooi. Ik speel natuurlijk ook op Ultra en ik heb gelukkig een hele goede videokaart. Maar jeetje, dit is echt heel mooi, hoor. We kunnen trouwens die wegen plaatsen, toch? Even kijken of dat... Oh ja, kijk, er zitten van die rondjes aan vast. En daarmee kunnen we dus wegen connecten. En we kunnen nog meer controles de kromming aanpassen. Oh, dus we kunnen het ook een beetje realistischer maken. Oh, dat is gaaf dit. Nou, zullen we gewoon alles met elkaar verbinden? Oké, dat ziet er mooi uit zo. Ja, laten we dat zo doen. Laten we dat hier zo omheen doen. Kijk, mooi. Oh, dat kan niet eraan vast. Oké, we hebben in ieder geval iets waar we overheen kunnen lopen. In bijna alle gevallen moeten materialen in Mandalore fysiek worden verplaatst. Dat kan even duren. Dus voel je vrij om de speelsnelheid aan te passen als je dat wilt. Nou, nee, ik wil gewoon kijken hoe ze dat bouwen.
Kijk dan, hoe mooi. Maar je kon volgens mij ook zelf door je dorp heen lopen. Althans, dat heb ik toen gezien, maar ik weet niet hoe dat werkt nog. Dus laat het ook eventjes weten hoe dat moet. Ik weet niet of ik een hele serie ervan ga maken, hoor, jongens, maar... Het is zeker de moeite waard om het even te laten zien, want het is echt prachtig. Kijk dan, je ziet gewoon helemaal per stuk dat ze dat bouwen. Zie je dat? Het gaat plankje voor plankje. We hebben nog 6 hout. Je ziet ze ook. Kunnen we als we erop klikken... Oh ja, kijk, daar zien we ook wat. Oh, we kunnen de prioriteit veranderen. Laten we dat naar hoog zetten. Dus dan gaan ze dit als eerste bouwen. Algemeen. We kunnen dus 28 hout opslaan. Vrouwen die helpen ook mee zo te zien. Oh, zet een soort vuurtje aan. We zien niet staan hoeveel... Oh, kijk, vervoer de goederen. Ze moeten 2 hout hebben hiervoor. Volgens mij kunnen we dat ook zien staan, of niet? Ja, 2 hout. En wat is dan heel belangrijk om hierbij te bouwen? Houthakkershut. Werkers hakken bomen in de buurt om brandhout te produceren. Oh, dat is heel belangrijk voor de winter. Laten we dat dan gelijk ernaast bouwen. Is dat handig? Volgens mij wel. Toch, dat lijkt me wel heel belangrijk, toch? Om helemaal het begin van het spel te doen. Laten we dat doen en dan maken we daar weer een mooie weg van. Maar dat ga ik een beetje anders doen, zodat het wat realistischer is. Juist, zo ja. En dan doe ik eigenlijk dit, want dat is ook wel realistisch. Want er zijn altijd mensen die een shortcut nemen. Even kijken. Juist, zo ja. Heb je ook... Kijk dan die zoninval. Het is bewolkt, dat kun je ook gewoon zien. Dat is echt mooi dit. Kleiafzetting. Daar moeten we wel even mee oppassen dat we daar niet overheen bouwen. We hebben nog hoeveel hout? 5. Het duurt inderdaad wel lang voordat hij het heeft gebracht. Maar als je dus geen wegen bouwt, dan duurt het nog langer. Hoe staat het ermee hier? Oh, ze zijn bijna klaar. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet als het af is. Wat is dit dan als we hierop klikken? Huidig nederzettingsniveau. Oh, we kunnen hier zien wat we hebben. Nederzettingsniveau. Kolonistenkamp. Dus volgende, volgende mijlpaal is klein dorp. Het is af. Er zijn geen gezinnen toegewezen aan dit gebouw. Selecteer het en wijs een gezin toe wanneer je wenst om de productie te beginnen. Wauw, is echt... Ja, ik zeg het al denk ik al 20 keer, maar dit is zo mooi dit spel. Menselijke werkers moet je zelf toewijzen, maar standaard wordt vee gedeeld tussen werkplekken. Oké, dus we gaan erop klikken en dan krijgen we een menu. Dan zet ik hem even pauze, zodat ik dat even rustig kan bekijken. Dus we hebben algemeen gezin toe... Oké, dus we kunnen in totaal 3 gezinnen hierop zetten. We hebben er 5, dus laten we er dan eentje doen. Kijk, dan verliezen we er hier eentje, dan komt hier eentje bij. Die hebben dus een opdracht, die gaan hier werken. Dan hebben we volk. Daarin kunnen we dus zien wie er precies werkt en wat ze gaan doen. Een boom. Hier, zie je dat? Een boom aan het omhakken. Dus we kunnen alles in de gaten houden wat ons volk doet. Dat is handig. Dan hebben we geavanceerd. Oh, wacht even. Verbonden met het wegennetwerk is wel belangrijk. Onbeperkt werkgebied. Werkgebied aanwijzen. Permanente toewijzing vee. Dus we kunnen een permanente os hieraan toewijzen om te werken, zeg maar. Wat gebeurt als ik hierop klik? Oh, wacht eventjes. Oké, ik weet niet hoe lang dit... Het is al heel veel, of niet? Ja, we kunnen gewoon zo'n stuk proberen, maar ik denk... Kan dat hier overheen, over die bessen? Ik gok van niet eigenlijk, dus ik hou hem wel eventjes een beetje erbuiten. Laten we dan dit stuk doen. Oké, dus nu doen ze dat stuk. Oké, dus dan zou dit in principe moeten gaan... werken. Dan zouden ze nu dus hout hakken, of ja, hout gaan hakken. Even kijken of we dat ook kunnen zien. We zien ze ook nu... Even kijken wat ze gaan doen. Even dubbelchecken of dit werkt. Er staat wel een boom aan het omhakken, dus, maar dat stond er net ook. Ja, ze zijn wel degelijk... Oké, mooi. Dus dat werkt. En dan zijn we nu hiermee bezig. De houthakkershut. Laten we die ook op het hoogst neerzetten.
En we moeten natuurlijk niet vergeten dat we dakloze mensen hebben. Dat is wel belangrijk. Wat kunnen we hiermee dan? De dakloze tenten. Opslag. Niets binnen opgeslagen. Upgraden naar een werkkamp. Biedt simpele leefruimte voor 5 gezinnen. In tegenstelling tot pachtkavels kan dit gebouw niet worden geüpgraded of uitgebreid en kan het leiden tot een kleine daling in populariteit. Best geschikt als woning voor werkers bij buitenposten. Oh, oké. Okay. We zitten nu ook op 49%. Dus ze zijn niet heel blij met ons en dat komt omdat we dakloosheid hebben. Maar dat gaan we natuurlijk nog wel oplossen. Althans, dat hoop ik. Wat is de volgende stap? Wat gaan we doen? Gaan we nu al huizen bouwen of gaan we dat niet doen? Ik zit te denken, we moeten dingen toch kunnen opslaan? Want we zijn nu dingen aan het produceren en dat moet dan toch ergens heen? Boswachtershut. Verzamelen. Oh, ik denk dat dat iets belangrijker is, dat we eten kunnen krijgen. Laten we dat doen. Verzamelaarshut. Kijk, nu zien we ook die besjes. Laten we dit dan hier bouwen. Juist, laten we dat daar doen en dan bouwen we een weg weer. En dan wil ik weer zo'n kromming, maar niet heel erg. Doen we het eventjes zo. Ja, ik denk dat ik dit wel mooi vind zo. Dus dan krijgen we hier zo ook mensen te werken. En dan hebben we dus hier mensen werken. Dus dan hebben we 3, 2. Dus dan houden we 2 gezinnen over die dan voor ons gaan werken. Want iedereen die niet een opdracht krijgt, die gaat dus... bouwen, volgens mij. Bouw voltooid. Houthakkershut. Oh, kijk. We gaan even kijken hoe het eruit ziet. Wauw. Dat is echt het detail in deze game. Kijk dan. Je ziet ze ook letterlijk alles doen. Zie je dat? Oké, we gaan een gezin toewijzen. Opslag. Onbeperkt werkgebied. Wacht eventjes. Waarom zou ik dat moeten doen? Hun hakken toch het hout, dan brengen ze dat toch hierheen? Of mis ik nu wat? Wacht even, we gaan nu even kijken wat ze nou... Zo, waar is diegene? Oh, die gaat helemaal daarheen. Zonder op houtsprokkelaar. Grond aan het plat slaan. Een boom aan het ommaken, aan het wachten. Zullen we anders... Oh, dat moet apart dan, of niet? Weet je wat we doen? Ik denk dat ik het gewoon even laat voor wat het is. En dan even kijken hoe dit gaat. Kijk, want ze doen wel wat. Geef me eventjes een tip hierover. Want ik weet niet precies hoe dit werkt. Kijk dan. Kijk dan. Gaaf hoor, dit. Oké, wat is de volgende stap? We hebben dus nu dit gedaan. Even kijken. Hadden we nog... we hadden nog meer. Opslag hebben we. We hebben woningen. Oh ja, dat is die pachtkavel waar we het over hadden, of waar ze het over hadden. Biedt leefruimte voor een enkel gezin. Of 2 gezinnen als je hem uitbreidt. Dan hebben we waterputten. Marktplaats. Oh, wacht. We krijgen nog meer meldingen nu. Even pauzeren. Blootgestelde goederen. Algemene opslag. Goederen die hier zijn opgeslagen worden blootgesteld aan weerschade... en moeten naar een magazijn worden gebracht. Graas. Nou ja, het is dat ik het zei, of niet? We moeten gewoon een opslag gaan bouwen nu. Maar waar moet ik dat dan precies gaan doen? Moet ik dat bij de tentjes neerzetten? Of moet ik dat hier neerzetten? Lijkt me toch handig als we dat hier doen. Net zoals de graanschuur, want dat zit heel dicht bij onze bessenverzamelaars. Dus misschien is dat leuk om dat dan toch hier te doen. Maar ik zit heel dicht bij die klei afzetten. Ik weet niet of ik daarna wel zo heel dichtbij moet gaan bouwen. Ik weet niet of dat wel zo'n slim plan is. Dus we hebben 2 hout nodig en 10 steen. We hebben 20 steen in totaal. Zullen we dat dan hier doen? Ja, laten we dat daar doen. En dan krijgen we even kijken. Dit is een graanschuur en dan hebben we het magazijn. En ik denk dat ik het magazijn... hier bouw. Juist. Nou, dan doe ik niks met de prioriteit. Dan laat ik het even voor wat het is. Dan hebben we op dit moment 2 hout. Oh, dat gaat niet... We zijn natuurlijk ook dingen aan het bouwen. Moeten we dit upgraden? Is dat een idee dan?
biedt simpele leefruimte voor 5 gezinnen. Ja, we hebben ook 5... zijn dat nou gezinnen of mensen? Zijn dat individuen? Weet je wat? Ik doe het. Ik doe het gewoon. Om je bevolking te laten groeien heb je genoeg lege pachtkavels nodig. En moet je populariteit hoger zijn dan 50. Nou, daar zitten we nog niet. Begrepen. We hebben ook geen hout meer nu bijna. Oh, ze is midden in de tent bezig. Het is al bizar dat één iemand heeft dit volgens mij gemaakt, hè? Maar volgens mij duurde dit spel ook een jaar of 7 voordat het is, zeg maar, de staat wat we nu aan het spelen zijn. Dat heb ik gelezen, hoor. Weet ik niet helemaal zeker, maar... Dus die is daar heel lang mee bezig geweest met dit. Ik ben trouwens benieuwd hoe dit er dan uit gaat zien als dat geüpgraded is. Ze gaan het toch upgraden nu? Werkkamp, gemiddeld. Oh, wacht, ze zijn natuurlijk meerdere dingen aan het bouwen. Ze zijn ook die opslag aan het doen. En we hebben 3 gezinnen, toch wel 3 gezinnen die aan het bouwen zijn. Dus we kunnen natuurlijk ook een beetje de tijd doorspoelen. Maar met deze game is echt mooi om het gewoon langzaam te laten gebeuren allemaal. Kunnen we ook meer... wat is dit? Stalpaal. Oh, kijk. Dus we kunnen nog een os bestellen. Dus we kunnen dubbele... Hè, we hebben nu 1 os, maar we kunnen er dus ook nog eentje hebben. Dat kost 20 munten. Laten we het daar even op houden. Waar staat dat dan? Hoeveel we hebben? Gezin vraagt om meer ruimte voor een marktkraam. Houthakkershut. Marktkraam? Wacht even. Mis ik iets? Nee, had ik dat niet gezien ergens? Even kijken hoor. Woningen. Landbouw. Oh jeetje, we kunnen dit ook nog allemaal doen. Boerderij, een akker. Weiland, schapenboerderij, windmolen. Gemeenschappelijke oven. Industrie. Heel veel. Handel. Handelspost, veehandelspost. Bestuur, cosmetisch. Oh, we hebben toch wel een beetje decoratie. Struikgewas. Ja, ik zit toch even te kijken. Mijngroeven, steenhout. Oh, dat is ook wel boeiend. Verzameling. Houthakker zit... Ja, volgens mij... De kaart kunnen we ook zien. Marktplaats. Oh, hier. Biedt ruimte voor de aangewezen gezinnen om een kramen op te zetten... en hun handelswaren te verdelen over de pachtkavels. Er is een gezonde vraag en aanbod wat betreft goederen nodig... om te voldoen aan de bewonersbehoeften... of bewonersbehoeften en om je populariteit hoog te houden. Even kijken. Flexibele kavels. Sommige gebouwen hebben flexibele grenzen... Plaats 4 punten om een gebied toe te wijzen. De cursus aan de W, oké. Dat is wel een aparte manier van je huizen neerzetten. Dus we moeten onze huizen eerst neerzetten, dan dit. Zie ik dat nou verkeerd? Nee, volgens mij niet, of wel? Weet je wat ik doe? Ik wacht heel eventjes totdat jullie dat zeggen in de comments, hoe dat werkt. Want ze vragen dus om... Hè? Wacht eventjes hoor. Ze hebben nu 3 van de 50. Ik denk dat we nog eventjes wachten tot we die huizen hebben gebouwd. Of tot we de huizen gaan bouwen. Is dit nou al geüpgraded of niet? Nee. We zijn dan nog niet eens klaar met dit hier. De graanschuur en de opslag. Dus ik denk dat we gewoon een tweede os gaan kopen. Maar hoeveel geld hadden we nou? Oh hier, 50. Lokale welvaart. Hoeveelheid geld in bezit van dorpelingen in dit gebied? Zullen we doen? Ik doe het gewoon. Bestelling. Veehandel geplaatst. Stalpaal. Gezin vraagt om meer uit voor een marktkraam. Houthakkershut. Oké, wacht even. Ik ga... Okay, ik weet niet of ik dit goed doe. We gaan het gewoon proberen. Maar waar ga ik dit bouwen? Dit was wel een mooie plek geweest. Maar ja, hier hebben we die klei-afzetting. Zullen we het dan hier doen? Is dat een idee? Ja, ik denk dat ik dat ga doen. Doen we een weg, doen we hier zo? Ja?
Dan krijgen we hier zo dat marktje. Ik weet niet of ik dit goed doe hoor, maar ik ga gewoon het proberen. Dus we moeten hierop klikken. Kavelpunten 1 van de 4. 1, 2, 3, 4. Kan dit ook? Ja. Beschikbare plekken voor marktkramen. Oh, dat is al heel veel, of niet? Wacht even, kan ik dat ook nog veranderen? Oh, wacht, je kunt het ook veranderen. 18. Dat is ook heel veel. Of is het niet veel? Weet je wat? We doen het gewoon. We zien het wel. Oh, kijk. Vraag en aanbod. Oh, hier staan er ook best wel veel. Een goed voorziene marktplaats vormt het kloppende hart van je nederzetting. Aangewezen gezinnen zullen automatisch kramen opzetten zolang er genoeg ruimte is op de markt. Houd je muis over specifieke categorieën om je huidige vraag en aanbod te zien. De pachtkavels die zich het dichtst bij de marktplaats bevinden, worden als eerst aangevuld. Oké, dus dat betekent eigenlijk dat we nu hier zo omheen onze huizen moeten gaan bouwen een beetje. Dat zagen we ook op de afbeelding. Hè? Dat de markt zeg maar een beetje in het midden was van alle huisjes. Of huizen. Het zijn best wel grote huizen volgens mij hoor. Kost wel 2 hout. Hoeveel hebben we nu? We hebben 4 hout. 5 hout zelfs. Maar dat wordt natuurlijk allemaal gebruikt voor onze graanschuur, onze opslag of magazijn. Het werkkamp is in aanbouw. En we zitten in maart op dit moment. Dat zien we hier onderin dus. Oké, we hebben nog tijd. We hebben nog 3 maanden aan voorraden. Dit is ook nog niet klaar. Wacht even, we gaan dit eventjes als hoogste prioriteit neerzetten. Want ik wil wel eten hebben nu. Dus ik spoel hem heel eventjes door. Hey, wacht, ik zie wat gebeuren hier. Kijk, dit is het. Dit is ons, hoe heet dat? Ons werkkamp nu. We zien trouwens nog steeds dat het op 5 staat. Leefruimte 5. Oké, dus we moeten nog wel eventjes... Oh, wacht. We hebben 10... Oké. Gaan ze hier nou... Gaat het alsjeblieft afmaken? Alsjeblieft. We hebben 3 gezinnen die aan het bouwen zijn, dus... Oh, wacht even. Gezinsleden voegen zich bij... hoe heet dat? Het werkkamp stond daar. Bij een van de kolonisten, werkkamp. Dus we hebben er nu 11 in plaats van 10. Dat gaat goed. We zijn heel langzaam aan het groeien, mensen. We zijn heel lang... En ik zie hier wat gebeuren. Ja, ja. De verzamelaarshut is voltooid. En dat betekent dat we hier zo... Oh, daar kunnen we heel veel gezinnen opzetten. Maar we beginnen gewoon met 1. En even kijken wie dat dan zijn. Oh ja, die moet... Oh ja. Oh, dat is 1. Oh, dat zijn 2 mensen. Oh, die moeten wel een eindje lopen voordat hij bij de... voordat hij bij de hut is. Maar... We hebben hout. Of althans, we zijn hout aan het maken. We zijn, hoe heet dat? Eten aan het verzamelen. Wat is dit? Niet genoeg stalruimte. Bouw meer stalpalen of upgrade eentje tot een stal. Anders kan vee weglopen. Oh ja, we hebben natuurlijk nu 2 van die ossen en anders kunnen ze dus weglopen. Kan ik dat hier doen? Waar stond dat bij dan? Opslag of niet? Pakstation. Stalpaal. Laten we dan... Kunnen we ook hier zo doen? Maar ik zit hiermee, dus ik ga dat niet doen. Ik denk dat ik hem dan gewoon hier zo neerzet ook. Juist daar. Dus dat is een aanbouw, dus dan zouden ze op een gegeven moment niet meer weg moeten gaan lopen. Maar we hebben nu dus dubbel vervoer voor onze spullen. We krijgen weer iemand erbij. We zitten nu op 13. Maar we moeten wel een beetje gaan denken... Oh, kijk eens aan. Ik zie hier zo een marktkraampje verschijnen. Algemene opslag. Brandhoutkraam. Oké, dus we kunnen dingetjes gaan verkopen nu. Dat is mooi. Dus dat betekent dat als we onze huizen bouwen... dat de mensen hun brandhout kunnen gaan kopen bij deze lieve mevrouw hier. En dat betekent dat we een hele hoop gezeik minder hebben.
Want als je geen brandhout hebt in de, in de winter, dan gaat dat niet goed met je. Dat kan ik alvast vertellen. Dan kun je zelfs doodvriezen in deze game. Dus dat lijkt me handig dat daar een kraapje staat waar ze dat kunnen kopen. Ja, ik blijf het gewoon zeggen. Het is zo mooi dit. Ik ben zo benieuwd hoe die huizen eruit gaan zien. Hebben we het trouwens ook regen en dat soort zaken? Of nacht of zo? Het zou wel heel mooi zijn. Even kijken, wat hebben we hier? Waar stond dat, onze besjes? Even kijken, bessenstruik 6164. Oh, we hebben er 3 van de 50 hebben we al. Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Oh, ze zijn hiermee bezig met het magazijn. Ja, ze verdelen het nu waarschijnlijk gewoon over alles. Deze gaan we ook nog bouwen. Laten we dan beginnen met... laten we deze gewoon op zijn hoog zetten. En hier zo, kijk eens aan, kijk eens. Oh, dit moeten ze zo nog helemaal bouwen. Wauw. Detail in dit spel is echt ongelooflijk. Het is echt super mooi. Het loopt trouwens ook zo vloeiend, deze game. Komt natuurlijk ook door DLSS. En omdat ik een 4080 heb. Maar alsnog, het loopt echt super mooi. Ik kan het wel even laten zien boven in de hoek. We zitten gewoon op, kijk eens. 120 fps hoor. Locked, bijna. En dit vindt mijn hoofd heerlijk. Want ik heb last van het vertigo, zoals sommige mensen weten. En dit is voor mij echt ideaal. Als het gewoon op deze manier kan. Even kijken. Hier gaat het ook lekker door. Hoeveel zit hier nou in dan? We krijgen nou 2 kraampjes. Hè? We hebben niet meer 1 kraam, we hebben er 2. Even kijken hoor. Dit is een voedselkraam. Dus hier zo komen alle besjes. Oh, dat is mooi. Oh, dit is op zich wel een hele mooie plek eigenlijk. Of het is handiger om zeg maar eerst je kraapjes neer te zetten en dan de huizen eromheen. Of zeg ik nou eens heel raars. En dan kun je zeg maar weer verder bouwen. Ja, dat is wel leuk. Ik weet trouwens niet of dit... Gaat dit op of blijft... Het staat er wel, toch? Seizoensgebonden. Het groeit op dit moment. We zien niet de tijd staan, of wel? Nee, dat zien we dan weer niet. Maar het lijkt wel wat donkerder te worden, hoor. Of ben ik nou gek? Oh, hier zijn ze ook mee bezig. Met de stalpaal. Oké, daar komt hij al. We gaan even kijken. Ja, dat is hem. Bouw voltooid. Magazijn. Oh god, moeten we daar een gezin op zetten? Oh, dat hebben we niet. Nou ja, we hebben nog 2 gezinnen, maar... Kijk, als ik daar nou iemand op ga zetten... Dan hebben we er nog eentje over die je gaat bouwen. En we hebben natuurlijk ook nog de graanschuur. Dus, dan hebben we geen mensen meer over die kunnen gaan bouwen. Maar we kunnen ze natuurlijk wel... de opzetten en er weer afhalen. Dus we gaan het toch doen. Ik weet trouwens niet... We hebben trouwens nog niet zoveel dat we... de hele tijd dit aan de gang moeten houden. Ze zijn nu bezig met de graanschuur. En de stalpaal ook. We hebben nu dus 1 gezin wat werkt. Kijk, ze hebben alle middelen. We gaan hem even doorspoelen. Dus jongens, volgens mij wordt het donker. Ja, het wordt donker. Dus we hebben wel degelijk dag en nacht. Kijk dan hoe het eruit ziet ook in het donker. Ketan. De animaties zijn ook gewoon super... Ja, hij loopt er wel doorheen. Dat is dan wel weer jammer, maar... Krijgen we regen? De stalpaal is voltooid. We krijgen ook regen nu. Het zou wel echt super realistisch zijn als het hout... Of als het vuur nu uit zou gaan, hè? Door de regen. Dit is echt zo mooi. Kijk dan. Nieuwe huurlingen beschikbaar. Oh, kijk. We hebben nu 15 mensen. Maar we hebben niet gezinnen. Weet je wel? Ik wil dit eigenlijk omhoog hebben. Dat we meer mensen kunnen... Of wacht eventjes. Kunnen we hier wat mee? Verblijvende gezinnen. 5 van de 5. Maar we hebben nog steeds mensen die dakloos zijn. Maar we zitten wel op 50%.
Misschien komt dat doordat we ook die marktkraampjes hebben en die mensen zeg maar dingen kunnen kopen. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk, hè? Dat die mensen eten kunnen kopen en het brandhout. En misschien dat ze daarom... Oh, we zien hier ook iemand dingen verplaatsen. We hebben natuurlijk ook mensen werken nu bij het magazijn. Misschien dat hij daarheen gaat of hij gaat naar zijn marktkraam. Dat kan ook nog. Maar we zien ook wel dat ze wel de weg kiezen in plaats van het gras. Lopen ze echt sneller op de weg? Hadden we die bloemen al hier? Of ben ik nou gek? Hoor je dat? Ze praten ook tegen elkaar. Dat is wel leuk. Of ze zeggen dingen. Oké, okay. We hebben volgens mij onze graanschuur nog steeds niet van de grond. Dus ik ga dat op hoogst zetten. Ze zijn stenen aan het verplaatsen. Dat zijn ze aan het doen. Kijk, daar komen ze aan. Dat zijn waarschijnlijk stenen. Ja, zie je dat? Ze hebben stenen bij zich. Kijk die animatie, kijk dan. 5 van de 10. Oh, dat duurt dus eventjes. Oké. Okay. Hoeveel stenen hebben we nog? We hebben nog 10 stenen. Het begint wel echt behoorlijk te blitzen hoor, moet ik zeggen. Het is heel hard aan het regenen op dit moment. Is het vuur uit door de regen? Nee, dat ga je niet menen, toch? Het vuur is gewoon minder door de regen. Of niet? Ja, het is gewoon zo. Het weer heeft gewoon invloed op dat... Nou ja, oké. Okay. Even kijken. We hebben die nog extra. Even kijken wat we nog meer kunnen doen. Pakstation. Gebruik dit gebouw om een railhandelsverbinding op te zetten. Waarmee je goederen kunt vervoeren tussen dit gebied en een ander gebied onder jouw beheer. We kunnen natuurlijk gaan kijken voor de huizen. We hebben ook een soort van tavern. Helemaal gek op dat soort games. Heb ik ook nog een paar games op mijn verlanglijst staan. Tavern, spelletjes. Maar ja, die spellen worden steeds gedelayed. Heel jammer. En biedt heilige grond voor het begraven van overleden dorpelingen. Dus dat kunnen we ook nog doen. Massagraf. Niet iedereen verdient het om begraven te worden in het gewijde grond. Gebruik dit gebouw om snel van lichamen van rovers af te komen. Werkers worden graftelvers. We hebben ook nog een waterput. Dat is wel heel belangrijk, denk ik. Lever drinkwater aan de pachtkavels. Maakt brandblussen mogelijk. Moet op ondergronds water... Oké, okay, dus nu krijgen we dus dit verhaal. Ondergronds water... Oh ja, oh, dat is perfect hier. Dus laten we dan... dit hier zo bouwen. Ik weet niet hoeveel dat kostte. 1 hout. Hoeveel hout hebben we überhaupt? 9. Oké, okay, we produceren wel degelijk wat hout. En de rest? 10 steen. Maar we hebben natuurlijk geen... we hebben nog geen steengroeven. Dus we hebben nog geen steen gemaakt zelf. Maar ben ik nou gek of waren deze bloemen er eerst niet? Nee, toch? Groeit dat gewoon letterlijk in de game? Provisiekast. Ja, ik weet het. Oh, kijk. Zie je dat? Ze zijn wel degelijk bezig met dingen verplaatsen nu. Het gaat langzaam, maar het gebeurt wel. We hebben natuurlijk ook maar 15 mensen. 15 dorpelingen. Dat is niet veel. Kijk, daar komt hij. Graanschuur in aanbouw. Volgens mij hebben we ook alles wat we nodig hebben. Nee, nog niet. We moeten nog 1 steen hebben. En dat zou moeten gaan lukken nu. Wie gaat dat dan brengen? Kijk dan. We kunnen hem niet afmaken, denk ik. Want we hebben niet genoeg steentjes. Wie gaat dat dan ophalen? Kunnen we dat ook zien? Wat we trouwens ook kunnen doen, is eventjes dit verbinden. Even kijken hoor. Dan kunnen we hier zo een weg bouwen. Want deze weg die gaan we misschien vertakken hier naartoe op een gegeven moment. Dus als we nou zeg maar een weg hier zo bouwen. Kijk. Dan krijgen we het zo. En dan kunnen ze een iets kortere weg nemen. Dat is altijd handig natuurlijk. Ja, hij is bijna klaar. Daar komt, volgens mij komt zij met het laatste.
Ja, zie je dat? Aan het vervoeren steen. Dat moet voor de graanschuur zijn. Ja, ze gaat het neerleggen hoor. Let op. Daar komt het. Ja, dat is het. Mooi. We hebben alles wat we nodig hebben. Dan kunnen we nu dus het gaan afmaken. Gaat zij dat doen? Oh, ze gaat het ook zelf afmaken. Wat gebeurde er? Waarom schudden het beeld? Wat gebeurde daar nou? Oh, dat is misschien dat ze hout aan het hakken zijn. Maar hij is af. Hij is af. Dus we gaan iemand hier opzetten. Geen gezinnen zonder opdracht om de os te leiden. Oké, we hebben een probleem nu. We hebben te veel mensen aan het werk. Dus wat gaan we nu doen? Hebben we alles verplaatst naar het magazijn? Brandstof aangevuld, volk. Gezin toewijzen aan een andere werkplek. Ja, ik weet niet hoe dat werkt met dat we hier zo meer... dat we echt meer gezinnen krijgen. Nou ja, wat ik zei. Misschien moeten we dan toch maar aan het begin even wat aan- en uitzetten. Dat we weer gezinnen... hoe heet dat? Dat we weer gezinnen kunnen gebruiken om te bouwen. Want we moeten nu natuurlijk wel een keer gaan kijken naar die woningen. We zitten ook in april. Dus we hebben in principe nog tijd zat om die huizen te bouwen. Hoeveel hout hebben we nu? 13. Oh, dat gaat goed. Maar ze zijn ook nog steeds bezig. Zie je dat? Kijk, hier ook. Aan het vervoeren brandhout. Hoeveel hebben we hier nu liggen dan? 43 brandhout, 10 steen en 10 gereedschappen. Oké, wat ik ga doen. Ik ga toch dan dit eruit halen dat we één gezin over hebben die dan weer... kunnen gaan lopen met de ossen. Het spel wordt ook opgeslagen, fijn. En dan denk ik... dat we best wel oké bezig zijn. We hebben natuurlijk nog steeds onze dakloosheid, maar... blootgestelde goederen provisiekast. Niets binnen opgeslagen. Kijk, want er zijn wel degelijk mensen die dat gaan regelen nu. Dus dat zou dan met de tijd moet dat gewoon zichzelf gaan oplossen. Alleen ik wil meer gezinnen hebben zonder opdrachten. Zodat we meer kunnen doen. Dat we alles zeg maar kunnen draaien. Hier staat natuurlijk ook iemand. Aan het venten. Een os aan het leiden, aan het verzamelen. Ja, dus ze werken allemaal gewoon samen. Het is natuurlijk ook wel handig om een... hoe noem je zo'n ding? Verzamelen, waar staat dat? Houthakkershut? Nee, dat zoek ik niet. Ik zoek een... industrie, even kijken. Waar stond dat nou bij? Ik zoek een steengroeven. Ik heb hem toch echt gezien hoor. Ik weet niet, volgens mij ga ik... bouwvoltooid. Oh, waterput. Wacht even, even kijken. Hoe ziet dat eruit? Is ook mooi. Kunnen we daar wat mee? Nou, we kunnen daar voor de rest niks mee. Maar ziet er ook weer heel erg mooi uit. Alleen ik kan de steengroeven niet meer vinden. Of ik ben gewoon... ik kijk er gewoon te snel. Waar staat dat nou dan? Oh, hier. Wacht. Steenhouwerskamp. Mijngroeven. Gebruikt om ijzererts te winnen uit... Oké, ijzerafzetting, klei. Steen bij steenafzettingen. Waar is onze steenafzetting dan? Oh mijn god, is dat helemaal hier? Nee, dat is... Oh, jeetje, wat is dat ver weg. Zo, dat is echt heel ver weg. Moet ik dat nu doen of moet ik daar even mee wachten? Als we daarheen moeten lopen, dan zijn ze dagen onderweg, of niet? Dat duurt echt even. Oh, dat is... Oké, daar ga ik nog even over nadenken dan. Of laat het eventjes weten in de reacties of ik dat moet doen of niet. Ja, ik moet het uiteindelijk wel doen. Maar ik bedoel, moet ik daar even mee wachten nog of moet ik dat meteen doen? Omdat het zo verschrikkelijk ver is. We hebben wel onze bessen dichtbij. Daar ben ik al lang heel blij mee. Stel je voor dat we onze bessen helemaal hier hadden zitten. Daar word je niet vrolijk van. Maar we hadden natuurlijk dit. Dit was een werkkamp. Kan ik dat dan... Wacht even.
Massagraf. Waterput, Pachtkavel, Marktplaats. Oké, nou goed. Ik denk dat we een heel goed begin hebben gemaakt met ons dorp. Maar ik zit nog wel met een paar vragen. Over dat steen en hoe ik dat precies doe met die gezinnen erbij krijgen. Of het is gewoon puur wachten. Geen bevolkingsgroei achter. Alle pachtkavels zijn... Oh, wacht even. Ze moeten gewoon van die huizen bouwen. Dan komen er automatisch meer mensen bij. Dat is het. Oké. Zo, lieve mensen. En dan was dit de eerste aflevering van Manalords. Wat is mijn eerste indruk? Het is amazing. Het ziet er echt ontzettend mooi uit. Jullie hebben het natuurlijk gewoon kunnen meekijken. Het is echt prachtig. Ook één iemand heeft dit gemaakt. Het is echt super, super, super knap. Ik vind het heel leuk. Dus ik denk dat ik sowieso nog even door ga spelen. Laat eventjes in de comments weten als je tips hebt. En of je de aflevering leuk vond. En wat je leuk vond, vind ik altijd heel erg leuk om te lezen. Dus doe dat eventjes als je wil. Nou, vond je nou de video hartstikke leuk om te kijken? Vergeet hem dan niet eventjes te liken. En als je helemaal nieuw bent, dan ga ik alvast bedanken voor het kijken. En dan hoop ik dat je eventjes abonneert, want dat helpt mijn kanaal natuurlijk heel erg. Dank je wel alvast. Mensen, bedankt voor het kijken naar de video. En dan hoop ik jullie natuurlijk gewoon weer gezellig te zien in een nieuwe. Tot dan, doei!